De spelers staan nog op te warmen van Mevelde, maar vandaag hebben we een prachtige derby weer in Veldhoven in de tweede klasse. RKVVO speelt thuis tegen Mevelde en voor beide ploegen is het een hele belangrijke wedstrijd, want Mevelde staat op een negende plaats, is de afgelopen weken ook niet zo goed bezig met twee nederlagen achter elkaar. En RKVVO staat slechts op een dertiende plaats en die heeft ook een heel hard en overwinning nodig. Hebben ze dit seizoen nog niet behaald. Vandaag dus RKVVO tegen Mevelde op Sportpark de Heikant in Oerlen.
Proficiat met de driepunter, de eerste driepunter dit seizoen voor jullie. Ja, dankjewel. Hadden we nodig, zeker gezien de stand. Je speelt vandaag een derby. Twee ploegen die eigenlijk de afgelopen weken toch moeilijk tot binnen komen. Ik denk wel terecht. Zeker de tweede helft. Ondanks dat we de eerste helft best wel moeite hadden met hun spel. We hadden moeite met Danny Das, die eigenlijk tussen lien speelde. Krijgen hun de beste kans eigenlijk. Balletje te laat. Eigenlijk de tweede helft zetten we het ietsjes om. Pakt goed uit. Dan scoor je heel snel 3 goals. En dan doen we gewoon prima. Na afloop van de wedstrijd spreken we natuurlijk ook even met Edwin Slagboom, trainer van Mervilde. Die denk ik niet tevreden is over het verloop van de wedstrijd. Nee, absoluut niet. Als je naar het scorebord kijkt, dan staat er weer 3-0. En dan kan je als trainer niet tevreden zijn. Waar ging het fout? Want we kijken naar de eerste helft. Ik vond het een rommelige, onrustige wedstrijd. De eerste helft tenminste. Nou, vond ik niet. Maar ik vond dat we op zich redelijk voetbalden. Rust bewaren, juist de momenten zoeken met diepgang. Nou, dat ging op zich redelijk goed. We hadden 80% balbezit, maar dat zegt tegenwoordig niks in het voetballen. Uiteindelijk creëerden we een dot van een kans met Max die op het juiste moment diep gestuurd werd. En we zitten in de fase dat we een beetje pech hebben, hè, en in plaats van geluk. En geluk dwing je natuurlijk ook af, maar ja, Max doet alles goed en schiet de bal over Sven heen. Ja, en hij butst aan de voorkant van tegen de lat aan en weer eruit. Dus en in die fase zitten we. En ik denk dat nog een heel cruciaal moment was net voor rust. Bal aan de zijkant in de 16 meter. Ja, en een verdediger van Oers maakt gewoon zeer duidelijk hands. En hij geeft hem niet. Hij geeft gewoon een corner. Het was net voor rust. Ik ben in de rust naar de scheidsrechter toegelopen. En ik ga niemand afvallen. Maar hij zegt, ja, je hebt 5 gradaties van hands. Ik zeg, nou ja, het is hartstikke mooi. Ik zeg, maar hands is in mijn ogen toch hands. En het is in de 16. Dus voor mij staat er maar 1 straf op. Maar goed, uiteindelijk ga je met 0-0 de rust in. Wat dacht je bij jezelf? De eerste doelpunt viel, er was eigenlijk een foutje in de verdediging bij Mervilde, 1-0. Ben je eigenlijk al blij mee, want eindelijk is er weer gescoord bij RKVVO, had er pas 3 in liggen. En binnen no time heb je er ineens 3 in liggen, een verdubbeling van de jaarproductie. Ja, absoluut. Maar wat ik vooraf ook al zei, ik denk dat we een goede ploeg hebben, ook voetballend, dat we goed voetballen. Ja, op dat moment hebben we voorin wel de mensen die een goal kunnen maken, alleen tot nu toe hebben die de goal niet gemaakt. Dan valt hij vandaag heel goed drie keer achter elkaar. Ik denk dat we goed gebruik maken van hun desorganisatie op dat moment. Toch de vertwijfeling die even toeslaat. Ja, dan maak je gewoon binnen 3 goals 5 minuten, dan is het prima. Dan sta je in 3 minuten tijd, of 4 minuten, sta je 3-0 achter. Ja, en dan ga je achter de feiten aan lopen. Dus ik heb meteen ingegrepen. 3 man achterin, spits erbij. Maar we hebben de tweede helft 1 of 2 vrije trappen gehad. En voor de rest hebben we ook geen kans gecreëerd meer. En dan zie je dat de kopjes weer snel gaan hangen. En de strijd een beetje wegvloeit. Terwijl je voorop in de strijd moet gaan dan. En dat zijn dingetjes. Ja, dat moet echt anders. Als je kijkt waar RKVVO stond, 1 en laatste plaats, met slechts 3 punten. Ja, jullie maken nou wel een aardig klein stapje omhoog, een hele belangrijke 3-punter. Absoluut, hele belangrijke 3 punten. Maar ondanks dat, 1 zware maakt geen zomer. Dus ik denk dat wij nog heel hard moeten werken. Dat hebben de jongens vandaag ook gezien. Dat je als ploeg gewoon hard moet werken, wil je überhaupt een resultaat gaan halen. En ik denk dat we daar vandaag prima gedaan hebben. De staartploegen komen nu dichterbij en het zit allemaal heel dicht bij elkaar daar aan de onderkant van die tweede klasse. Ja, absoluut waar. Het zit sowieso dicht bij elkaar. Iedereen kan wel van elkaar winnen en verliezen. Alleen ik denk niet nogmaals dat we daar schrik voor hoeven te hebben met het elftal wat we hebben staan. We hebben gewoon, als we aan het voetballen toekomen, hebben we een heel goed elftal. Maar nogmaals, je kunt nog zo goed voetballen. Uiteindelijk als je onderin komt, dan gaat er nog een ander ding meetellen. Dan zijn de punten gewoon heilig. En dan zul je ook een keer moeten kluiven. En in die fase zijn we langzaam aan het komen naar 3 nederlagen. En ja, nogmaals in mijn ogen totaal onnodig. Maar het is wel een feit.